We zijn hier met After School Radio met Judo Balen. Met Nout, Vlad, Tané, Bram. Kijken jullie met ons mee? Bij wie staan wij hier? Percy. Wat vind je zo leuk aan judo? Mijn vriend die vond het heel leuk en die zei, joh, dat moet je ook eens proberen. Toen had ik het geprobeerd, vond ik het ook heel leuk. Kan je ons... Ik zie ook al allemaal daarachter dat jullie allemaal verschillende kleuren banden dragen. Maar kan je daar ons iets meer over vertellen? Nou ja, je begint met de witte band. En dan krijg je allemaal slipjes. Eerst twee gele en dan oranje. Dan heb je groene, dan blauw en dan bruin. En dan krijg je een gele band. En dan begint het zeg maar steeds weer met die kleur van de slippen. Krijg je steeds nieuwe banden. Zo. Waarom vind je judo baren zo'n leuke vereniging? Eerst was ik heel gevoelig en deze sport heeft me echt minder gevoelig gemaakt. Wat is de bedoeling bij judo? Bijvoorbeeld als je wordt gepakt of zo, moet je leren vallen en kunnen die ander op de grond leggen. Dus je moet je eigenlijk, dus met judo leer je jezelf eigenlijk verdedigen? Ja. Heb je soms wel pijn bij de judo? Heel soms. Bij wie staan we hier? Bij Angelle Geerts. En wat organiseren jullie nog meer naast de judolessen? Nou, naast de judolessen hebben we de wedstrijdtraining op vrijdagavond. Normaal op vrijdagavond kampen, wedstrijden, clubkampioenschappen. En af en toe ook gewoon leuke activiteiten. En wat vind je nou zo leuk om hier die kinderen... Of waarom vind je het zo leuk om hier die kinderen zo les te geven? Nou, allereerst heb ik de allerliefste kinderen op de judo zitten. Dat is gewoon heel normaal, dus dat is al heel leuk. En judo is gewoon hartstikke leuk. Dus ja, dan heb ik de twee leukste dingen van het leven heb ik bij elkaar, Bram. Als je het jury bent bij de wedstrijden, nou is dat dan moeilijk om alles dan goed te kunnen zien? Ja, judo gaat heel snel, hè? En jiu-jitsu ook. Dus je moet heel erg goed opletten. En je kunt dus eigenlijk geen seconde wegkijken. Maar je hebt ook altijd een hulpjury. Dus je hebt altijd iemand erbij die met je meekijkt, zodat je eigenlijk met z'n tweeën aan het opletten bent. En dan lukt dat prima. Oh, ja, nu wel. Gaat jou weer in de boy. Snel die hier. Judo is zo belangrijk voor Balen? Nou, allereerst bestaat judo al heel erg lang, al sinds 1968. Dus we hebben al heel veel kinderen gehad die ondertussen papa en mama zijn bijvoorbeeld. En bij judo leer je gewoon heel goed om met andere mensen om te gaan. Om hard te werken, leuk te sporten. Maar heb je ook respect voor elkaar en kun je toch jezelf lekker uitleven. En ik denk dat dat dingen zijn die heel belangrijk zijn om te leren als je jong bent. En dat geef je ook weer door aan je eigen kinderen. Dus de manier van hoe je kijkt naar judo, kun je ook kijken naar het leven, zeg maar. En dat geef je weer door. Dus daarom is judo denk ik heel belangrijk. Dit was het einde van de reportage van Judo Balen. We hopen dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Als jullie nou geïnteresseerd zijn, kijk dan op www.jeugdwerkbalen.org. En nu gaan we hier door. Klaar. Oh. Hey, jij ook hier. After School Radio. Leren samen doen.